deze ASMR boodschappen shoplog video. En dit keer heb ik een iets gezondere versie dan vorige keer, want vorige keer had ik een shoplog met nootjes en koekjes en snoepjes. Maar deze keer doe ik het anders. Ik heb nu wat gezondere spulletjes hier liggen, zoals een doosje met blauwe besjes, maar ook bijvoorbeeld bloemkool heb ik ook liggen. Dus ik ga dadelijk ASMR'en met bloemkool en met besjes en met andere dingen die ik dadelijk allemaal aan je ga laten zien. Dus ja, ik dacht ik gooi het nou even over een andere boeg, anders lijkt het misschien alsof ik altijd maar die ongezonde dingen alleen eet. Ook best wel eens een keertje gezonde dingen. Dus laten we lekker gaan beginnen met deze video. Doe alvast eventjes je duimpje omhoog als je zin hebt in de video. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. Dat is super belangrijk als je niks meer wilt missen van mijn video's. Ik weet dat bijna de helft van de kijkers niet geabonneerd is. Super zonde. Dus abonneer even. En dan gaan we lekker beginnen met deze video. Waar zal ik mee beginnen? Ik ga beginnen met de blauwe besjes. Best wel een grote doos. Dit is 300 gram en het was bij Jumbo 1 plus 1 gratis. Ik weet niet of dat nu nog zo is, maar toen ik mijn bestelling deed, was het nog 1 plus 1 gratis. En één doosje heb ik denk ik al op, want ik had alleen maar deze staan. Ja, ik heb de laatste 3 dagen best wel veel besjes gegeten, ja. En ik vind ze best wel lekker. En ik weet dat heel veel mensen ze natuurlijk ook in de yoghurt doen. Of in een smoothie. In een smoothie. Smoothie. Maar ik eet ze gewoon zo als los snackje tussendoor, zeg maar. Zo in stukjes en dan
nou gewoon voor de allermakkelijkste versie gewoon kleine stukjes snijden, koken en een kaassausje erbij uit een pakje. En dan iets van een aardappeltje of een grilltje erbij met een stukje vlees. Misschien zijn er nog.
zou ook kunnen natuurlijk. Ik zag de pakketjesman voorbij rijden. Ik had vanmorgen echt zoiets. Ik heb zin om iets te kopen. Ik zat vanmorgen echt te scrollen op Bol en andere websites om te kijken of ik wat kon kopen. Stom hè? Soms heb je dat. Maar heel klein, hè? Of een e-book of iets of zo. Ook al heb je eigenlijk helemaal niks nodig, dan wil je gewoon wat kopen. Oh, ik krijg weer zo'n warmteaanval. Ik ga weer even wat drinken halen. Dat is tegenwoordig gewoonte in mijn video's, even wat drinken halen. Kijk, waar is mijn onderzetter? Weer stiller. We kunnen weer door.
week eieren. Een klein doosje. Soms ook een grote doos, maar daar houden we dan van over. En dan bestel ik de week daarna gewoon een klein doosje erbij. Maar als deze week opgaan en als ik dan helemaal niks meer heb, dan bestel ik weer een grote doos. 6 scharrel.
de rode naast elkaar zie staan in de webshop van de supermarkt, zal ik eigenlijk altijd de witte nemen. Maar ik vind de rode ook heel erg lekker. Snel weer te zien.